Goedemorgen, het is vandaag zondag 5 april. Het is eerste paasdag, ik wil elke keer tweede paasdag zeggen, ik weet eigenlijk niet waarom. Het is bijna 12 uur en ik ben wel een tijdje wakker. Dat kun je nog niet aan mij zien, want ik heb echt gewoon nog niks gedaan aan uiterlijk of nou ja, net wat. Ik heb wel een hoop gedaan voor mijn blog. Nee, voor mijn blogs. Want ik heb een aantal beautyproducten gefotografeerd om een blogpost over te schrijven op Beautyflame Natasha. En ik heb ook foto's gemaakt voor blogposts op Another Chapter. Ja, dat heb je wel met twee blogs. Dan is het af en toe even kijken van welke blog gaat nu aan de beurt komen en welke nu. Ik heb bijvoorbeeld vandaag heb ik er twee artikelen. Dus ik heb en op Beautyflame heb ik een artikel staan. En op Another Chapter heb ik er ook één staan. En dan is het de hele tijd afwisselen en met reacties en noem het maar op. Dus ja, ik ga vandaag in ieder geval weer vloggen, want ik had er zin in en ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik heb me net opgemaakt om een review te kunnen schrijven over het W7 palet. Gaat over, wacht even. Dit palet. Die heb ik van de week gekocht. En ja, moet natuurlijk een review online komen. Dus toen dacht ik, nou maak ik meteen een look en dan foto's. En dan heb ik in ieder geval de foto's gedaan. Hoef ik alleen de blogpost nog te schrijven. En de foto's licht te bewerken met Photoshop. Dus even de lichtinstellingen veranderen. Eventueel uitknippen, zodat het goede formaat te zien is. Dat soort dingen. Roy stond dus ook uit bed en die is nu het paas, brunch, lunch dinges aan het maken. We eten Eggs Benedict, zo'n luxe eiergerecht. Roy is hier thuis kok en die houdt daar even koken. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit komt te zien. En verder gaan we denk ik zo ook nog wandelen met Odin. Het is wel jammer dat het nou steeds meer bewolkt wordt. Maar komt goed. Nou, ondertussen is het 3:15. Oeh, 3:15 alweer. En ben ik nu een video aan het exporteren, dus een sublog. En heb ik hier een bende gemaakt. En heb ik heel veel foto's nog gemaakt. En nou ga ik Pasen vieren. Nou ja, vieren. Ik heb helemaal geen paastak of iets. En ik heb er eigenlijk ook niet zoveel mee. Maar ik ga even kijken hoe ver Roy is met zijn Egg Benedict. Ik hoorde net al dat de saus, de Hollandaise saus, mislukt was. Maar die heeft hij volgens mij opnieuw gemaakt. Dus ik ga even kijken. In de paasbrunch. En hier is paaspop. Nou ja, dat kun je vanaf hier niet zien. Maar het is hier wel een stuk drukker. Hé, hey, vriend! Hier, onze straat. Nou, dit is niet onze straat. Maar bij onze straat. Echt vet vol. Zo. Mag ik een keer op het gras en zo. En hier. Oh, hekken. Van 4 is het denk ik nog een minuut of 10 lopen of zo. Kijken of we dadelijk kunnen zien. Ja, daarachter die tent, maar ik denk niet dat ik het op de camera krijg. Oh, daar. Paspop! Maar daar gaan wij niet naartoe. Toch? Nee. Waar gaan wij naartoe, vriend? Vertel het eens. Wij gaan naar de duinen. Wij gaan lekker wandelen met ons boefje. Boefje! Ja, volgens mij zijn daar achter de duinen. Ja, maar ik wil niet zeggen dat daar het veld is waar die los mag. Nee, ook. Dat zien we daar. De duinen zijn hier overal. Hé, hey, een witte wolf. Mag je mij zaaien? Ja hoor. Oh nee, daar zit hij. Daar zit hij dan. Net zoals de twee grote honden. Hé! Hey. Zo is dat voor hem.
is een witte herder. Echt een witte herder. Ja. Ja, en dan al die schapen, nou. Ja, precies. Kan die herder... Ja, ja, werk, hè? Ja, precies. Er wordt tijd dat iemand zich goed aan die schapen. Ja, vasthouden, zo. Ja, doen we even niet, want hij trekt nou nog wel voor die schapen. Hé, neem de wolf. De wolf is terug. Houd in de schrik, dat zou ik niet doen. Oh, ik hou je rijden. Schapies! Dan? Ja. Ik zie niks, stel op ervoor. Maar hij is er niet mee eens. Hij is er niet mee eens, nee. Ah, die schaap hier. Dus ik keek echt zo naar Odin. En toen kwamen we in de duinen. Yeah! We zijn in de duinen. Hier zijn we 2 jaar geleden ook al met Odin geweest. En er is hier een stuk en dan mag je loslopen. Of nou ja, de honden dan. Wij uiteraard ook. Maar we kunnen het niet meer vinden. Dus. We hadden like a little bit lost. Ach ja, Odin heeft nou weer wel plezier. Die huppelt lekker rond. Zijn vriend, doe eens wat snugder. Blijf. Ga jij nou zelf om de boom heen? En blijf. Odin heeft zichzelf 3 keer om de boom gewikkeld, want hij snapte niks van. Wow, geregeld. En wij hebben ondertussen nog steeds de plek niet gevonden. Maar het zonnetje schijnt. Dus. Hey. Ik weet niet of dat erop stond, maar toch. Mijn 2 schatjes. Ga weg. Oh, is dat niet koud? Oh nee. Oh, klein baby schaapje. Een lammetje. Oh, kijk dan. Die ziet er van terug. Ja, kijk. Cool. Hé, dat is Sean, de Black Sheep. Over daar. Oh, daar nog 2 kleine babytjes. En Roy heeft een maatsoep gemaakt. En ondertussen haalt hij zijn 2e portie en kijken wij... Op, stel een scherp. That 70 show. Die hebben we namelijk op. DVD. En nu smaakt de soep. Goed. Maar hoeveel is dat van jou al? Niet dat alleen van mij zegt dat het mijn 2e portie nee, is. Nee, dit is ook mijn 2e portie. Oké. Okay. Dat zei je net niet. Ja, ik heb er ook Bram niks over gezegd. Jawel. Jij zegt, ik ga mijn 2e portie halen en van jezelf niet. Want ik had hem al. Ja, maar daar heb je niet bij gezegd. Dus net, ik heel veel vreten, jij niet, maar jij vreet net zoveel als ik. Ja, we hebben deze week een beetje ongezond gedaan. Dus, dan mag het tot de... Ja? Nou. Dus dan mag ik de hele week ongezond doen. Zo'n redenering van lik me kont worden, hè? Nee, eigenlijk niet. Ik ga na de vakantie, dat zeggen. Na het lange weekend alweer opnieuw proberen. We zijn nog een keer aan het rijden, want we gaan naar de bioscoop. Check de drukte hier.
Hier is het altijd aan deze kant druk, maar aan die kant echt, ja, of trouwens. Nee, aan die kant is het nooit druk. Want hier zijn wel, hoe noem je dat, parkeerplaatsen. Maar het staat zelfs op het gras geparkeerd. Zo, ik weet niet hoe goed jullie het kunnen zien. Kijk, en dan fietsen we ook maar zo. Is het wel scherp? Nou, dat zie je nou niet. Maar midden op de weg. Want dat mag dan. Nou, welk liedje was er dan? We hebben... Ik kan... Wacht even. Nee, of niet zo zacht. Ik kan dus geen nummers mee zingen. Kan wel, even los dat ik niet mooi zing. Ik zing vals. Maar... Ik weet de teksten vaak niet. Want, hoe zat het ook al bij Niels, schatje? Mag jij zingen? Ik kan niet zingen. Jawel. Ik word vandaag niet betaald om te zingen, dus dat gaan we niet doen. Meneer, die muzikant, die denkt dat hij kan zingen. Ik word er wel voor betaald. Dus. Ah, ja, ja. Hé, maar welk nou? Doe het zinnetje. Superbommen. Nee, dat is wat ik zei. Ja. Dus, inderdaad, in dat liedje van Nielsen van Beauty and Brains, dan zing ik, nee, dan zong ik, want daar weet ik het ondertussen, we zullen het even kijken. Ja, maar ik weet toch niet meer hoe die gaat, ik moet het dan zingen. De eerste zin. Ja, de eerste zin. Ik ben niet zo'n held van mezelf. Maar ik, ja, dan moet ik lachen. Dus, ik zong, dit slaat ik helemaal nergens op, maar ik heb mijn superbommen bij me. Dus, oké, superbommen bestaat natuurlijk helemaal niet, ik weet niet eens wat het is. En waarom ik daar zing, nou, dat dacht ik dat hij daar zong, dus hij zingt mij mee. Maar het is... Superwoman. Ja, superwoman. Net zoals Superman, maar dan superwoman. Dus, veel. Nou, we lopen nu naar de bioscoop. Naar welk film? Fast and Furious, ja. Die dus. En hier in de stad is het schijnbaar mega druk. Ik kon er nergens parkeren. En we hebben eigenlijk geen klein geld mee. En we staan nu in een parkeergarage waar je dus klein geld in moet doen. En die hadden we dus niet. Maar ik heb zo'n Park Mobile app. En die heb ik nog nooit gebruikt. Dat durf ik niet, want dan hoef je dus geen kaartje neer te leggen. Maar dan stel je via die app in dat je daar staat. En dan moet je zelf op stop drukken. En dan wordt het van je rekening afgeschreven of nou net iets. En dat heb ik nooit gebruikt. Dus we hebben dat nu toch maar gedaan. Dus ik ben benieuwd... Ik hoop dat er straks geen bonnetje ligt. Maar anders kan ik dan vast wel ergens aangeven van dat ik dat via die app heb gedaan of zo. Ik weet eigenlijk niet hoe de politie dat ziet. Nou, komt vast wel goed. Sonny, dan toch. Het is, hoe laat? 1:10 en we zijn net thuis. Het was een hele gaaf film. Een beetje over de top. Maar ja, wel heel gaaf. Vooral het eind ook heel mooi. Als eerbetoon aan Paul Walker. Dat vond ik wel heel mooi gedaan. Dan moest ik toch even mijn tranen inhouden. Heeft hij niet gezien? Ja, ik vind dat zielig. Is toch ook zielig? En was toch een mooi eerbetoon? Ja. Ik vond het in ieder geval een mooi eerbetoon. Dus wel aanraden, wel een beetje over de top. En ik denk dat... Maar volgens mij... Jij kwam nog een film, zei je, hè? Er kwam nog een film, toch? Fest 8. Ja, ja, die is alweer in. Of die gaat alweer in... Ja. Dus ze hebben het wel mooi afgesloten dat ja, Paul Walker natuurlijk niet meer meedoet, logisch ook. Of überhaupt zijn rol en net wat. En dat hebben ze op een hele mooie manier gedaan. Maar wij verwachten dat deel 8, als hij dus komt, echt nog meer over de top zou zijn. We gaan nog even een rondje doen om paaspap. We zagen net al dat het wel zo goed als afgelopen is, want heel veel mensen komen nu terug. Echt file in de straat hier voor ons. Dat is echt ongelooflijk. Gewoon voor een voor een straat gaan ze staan. Dus je kunt er niet in of uit. Het is echt belachelijk. Taxi's, dus, hè? Ja, gewoon taxi's. Het slaat echt helemaal nergens op. Dus we gaan nog even wandelen en iedereen angst opjagen met onze witte wolf. Zoals mensen altijd zeggen. Nee, we gaan gewoon lekker even wandelen. Nou, doei! En wie survived? Ik heb net eigenlijk het leukste niet gefilmd. Al die mensen die op paaspop zijn geweest. En die om 1:15, 1:30 iemand tegen de stroom in zag lopen met een witte hond. Dat waren wij. En het is niet origineel. Nou, dat stopt. Maar we hebben dus 100.000 keer gehoord. Hé, hey, er loopt een wolf. Jongens, echt, dat is niet meer origineel. Dat is klaar. Dus... Eigenlijk had ik het willen filmen, maar het was veel te druk eigenlijk om te filmen. We moesten Odin ook bij ons houden, uiteraard. Hij heeft het echt vet goed gedaan, heel rustig gebleven. Eén stuk dat hij
Ja, was het gewoon echt te druk. Er was een stuk, er kwamen mensen vanuit Paaspop en een stuk vanuit de fietsenstalling. Dus dat was even minder voor hem. En hij is één keer uit de riem geschoten, maar toen had hem gelukkig meteen vast. Dus, ja, hebben we nog iets aan toe te voegen? Nee. Wel grappig om zo tegen de stroom in te lopen, want die mensen kijken allemaal niet uit. Groot gelijk, want ze snappen natuurlijk ook niet dat er mensen nu tegen de richting in lopen, denk ik of zo. Denk jij? Nee. Wat nee? Weet ik niet. Niet luisteren. Sorry. Slim Kees. Nou, het is 3:50, middernacht en we zijn net thuis van het wandelen. En ik ben noodop, dus ik ga slapen. Wel rusten, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!